Dus als je al een röntgenfoto hebt en een MRI, dan is voor mij als arts niet te begrijpen waarom je er ook nog een CT-scan nodig hebt. Het beste zou dus eigenlijk zijn, maar dat klinkt een beetje overdreven, maar het zou eigenlijk zijn als iedereen dat virus gewoon oploopt. Ja, kijk, de industrie heeft natuurlijk als hoofddoel om geld te maken. Dus die kan het helemaal niet schelen of jij doodgaat of niet. Daar maken ze zich geen enkel zorgen. Hoef er niet over te twijfelen hoor. Ik heb genoeg met de industriemensen gesproken. Hun enige belang is de money. They probably reduce influenza-like illness van 21,5% naar 18%. Zo. Piratenpartij. Ja, Jan. Oké, nou, fijn dat ik hier even mag zijn. Zou je even willen vertellen wie je bent? Ja, ik ben Jan Homer. En ik ben 74 jaar en ik ben altijd chirurg geweest, dat ben ik eigenlijk nog steeds. Ik ben nog steeds geregistreerd als chirurg. Maar ik opereer natuurlijk niet meer, omdat ik al sinds 2011 met pensioen ben. Wat vind je van wat er momenteel gaande is met de staat van Nederland? En wat er nu allemaal aan maatregelen afgekondigd wordt voor de bestrijding van dit vermeende killervirus, SARS-CoV-2? Dat we met mondkapjes preventief moeten lopen als gezonde mensen. Wat heb jij daar als medicus over te zeggen? Ja, kijk, ik begrijp de bezorgdheid van de regering. Dus ik begrijp wel dat de regering daar dingen tegen wil doen. Maar de maatregelen die nu zijn afgekondigd ten aanzien van dat coronavaccin zijn nogal overdreven. De afstand houden, dat vind ik eigenlijk nog de beste maatregel, maar de mondkapjesplicht is zeer dubieus. Want als je het virus niet hebt, dan heb je dus sowieso zo'n mondkapje niet nodig, want dan stoot je het niet uit, ook al hoes je of adem je zwaar. En als je de afstand houdt, dan krijg je het ook van een ander niet binnen. Dus eigenlijk is de mondkapjesplicht een soort te overdreven reactie van de regering om op te treden tegen dit virus. En dat is puur gewoon vanuit jouw standpunt en jouw ervaring als medicus zeggen van dit is eigenlijk, zou je het kunnen vergelijken met muggen buiten houden met kippengaas? Ja, dat kun je zo stellen, ja. Ja. Dat werkt waarschijnlijk nog beter, kippengaas tegen muggen. Ja, want dan kunnen ze nog tegen het gaas van het kippengaas vliegen. Ja, en dat virus is natuurlijk, ja, het virus is zo klein dat kan overal binnendringen. Maar het virus heeft als aparte eigenschap dat het zonder dat het zich repliceert, zich vermenigvuldigt, eigenlijk niet kan blijven leven. Dan kan het maar een paar uur zeg maar, in de lucht aanwezig zijn, maar dan gaat het dood. Want het moet zich hechten aan een cel om te kunnen overleven. En het moet zich dan ook vermenigvuldigen. Daar helpt een mondkapje natuurlijk niet bij. Nee. En de hoera-stemming die op dit moment leeft in Nederland. Hè? Want hoera, we gaan beginnen met biochemische injecties uitdelen onder de noemer vaccinatieprogramma. Gaan we griepvaccins uitdelen dan voor dit meest recente griepachtige virus, SARS-CoV-2. En de vaccinatiemafia staat al toe en ze rot te lachen, die hebben al honderden miljarden omgezet. Hoe denk jij daarover? Is het niet raar dat er juist... Er zijn een heleboel geluiden, een heleboel stemmen die zeggen van vaccins triggeren eigenlijk gewoon virussen om te muteren.
Want virussen willen ook overleven. Dus op het moment dat je met vaccins allerlei immuunreacties probeert, eigenlijk bewerkstellig je het tegenovergestelde. Dat zijn dingen die ik hoor. Ja, in die zin is klopt dat. Een vaccin is gewoon een dood virus. Je krijgt eigenlijk dus juist dat virus binnen. En dan, inactief gemaakt. En dan hoop je, dat is inactief, want dat kan zich niet vermenigvuldigen. Dat hebben ze eigenlijk uitgeschakeld. Ze geven je gewoon het virus, maar dat virus kan zich niet vermenigvuldigen. En omdat je het virus binnenkrijgt, dat merkt jouw lichaam, dan gaat jouw lichaam zelf antistoffen maken tegen dat virus. En dan kun je weer moeilijker besmet worden door een ander. Dan lukt dat niet, omdat je die afweer dan al hebt. Maar dat geïnactiveerde virus is natuurlijk op zich niet gezond. Dat is niet iets wat je eigenlijk binnen wil hebben. Maar je moet het wel binnenbrengen, omdat je je eigen reactie, je afweerreactie, op gang wil brengen. Het beste zou dus eigenlijk zijn, maar dat klinkt een beetje overdreven, maar het zou eigenlijk zijn als iedereen dat virus gewoon oploopt. Ja, gewoon als iedereen die ziekte krijgt en die ziekte uitziekt, ja, dan heb je de meest natuurlijke bescherming die je maar kunt hebben, want dan heb je het echte virus gekregen. En daar heb je je afweer tegen gemaakt. Dan kom je automatisch op het volgende punt. Als we het gewoon voort laten razen, dan hebben we een overbelasting van het huidige zorgstelsel waar je u tegen zegt. Dan liggen de IC's overvol, dan liggen de zwarte draaiboeken al klaar van wie moeten we wel behandelen en niet behandelen. Dan kom je gelijk op allerlei ethische vraagstukken. Ja, dan kom je inderdaad, dan krijg je inderdaad, ja, dat is iets wat de regering dus niet goed voorzien heeft. Want ze hebben altijd de gezondheidszorg afgeschaald. Hè? Dat kon wel wat minder, dat kon wel dit. En daar merken ze nu de schadelijke gevolgen van. We hebben gewoon niet voldoende IC-capaciteit. Als we althans dat virus maar gewoon door laten razen en iedereen dat laten krijgen. Ja, dan hebben we waarschijnlijk niet genoeg IC-capaciteit. Tot nu toe is het altijd nog wel gelukt, maar dat is de vraag of dat dan nog lukt. Ja. En als je niet naar de IC kan, dan kan je dus weer niet, stelt ook niet zoveel voor hoor, de IC, maar het enige wat ze op de IC beter kunnen doen dan buiten de IC is dat je beademd wordt. Dus dan word je door de machines zelf, die zorgt dat je ademhaalt en genoeg zuurstof krijgt. Als je zelf gewoon kunt ademen en de zuurstof van de buitenlucht, die er altijd is, binnen kan krijgen, dan heb je ook geen IC nodig. Nee. Andere vraag over dat vaccinatieproces. Kijk, er wordt vaak de vergelijking getrokken met vaccins zijn niet gevaarlijk. Het is net zo gevaarlijk als suikerwater, maar als dat nou zo is, hoe kan het dan dat al die vaccinproducenten beschermd worden door een bataljon advocaten en ook nog eens een keer financiële immuniteit hebben op de productie? En wat vind jij daarvan als medicus? Ja, kijk, de industrie heeft natuurlijk als hoofddoel om geld te maken. Dus die kan het helemaal niet schelen of jij doodgaat of niet. Daar maken ze zich geen enkel zorgen. Hoef er niet over te twijfelen hoor. Ik heb genoeg met industriemensen gesproken. Hun enige belang is de money. Dus dat zij zo snel mogelijk een patent krijgen op hun vaccin. Wat ze dan maken. En daar kunnen ze natuurlijk nog geld mee verdienen. Want dat kunnen ze verkopen. Dat mogen ze uitrollen en dat vaccin krijg je natuurlijk niet voor niks, dat kost geld. En dat gaat bij de farmaceutische industrie in de achterzak. Ja. Dus ze kunnen wel eerlijk zijn en goed werk leveren en een goed vaccin leveren. Maar hun eerste doel is om daar geld mee te verdienen. Maar bij griepvaccins, dat is gewoon eigenlijk al 70 jaar lang bekend, dat daar gewoon geen effectief vaccin voor te maken is vanwege die omloopsnelheid, mutatiesnelheid. Dus ze vissen eigenlijk al 70 jaar lang achter het net. We hebben recente studies van
T-cellen en geheugencellen en weet ik veel wat uit, dat er kruisimmuniteit bestaat. Ik heb er wel behoorlijk wat over gelezen ondertussen. Maar dan nog blijft het altijd een grote gok in de traditionele wijze van een griepvaccin produceren. Nu is het bij deze biochemische injecties zo dat er zelfs helemaal geen virale onderdelen meer in zitten, maar dat er met mRNA-technieken gewerkt wordt. Hè? Ja. Ja. Wat vind je daarvan? Want we lopen al 30 jaar te roeptoeteren dat we niet willen dat onze mais genetisch gemodificeerd wordt. En nu gaan we het op grote schaal met het menselijk DNA experimenteren. Heb je daar iets over te zeggen? Ja, ja, dat is inderdaad een gevaar. Dat je door dat mRNA, dat messenger RNA, dat is eigenlijk de boodschapper. Die zegt van, oh, er komt iets aan. En dan ga je daar dus eiwitten tegen maken die dan dat virus wat er aan zou komen gaat inactiveren. Maar dan ben je eigenlijk een beetje bezig met het modificeren van je eigen afweer. Ja. En dat is, ja, dat vind ik altijd een beetje eng. Ik heb liever dat je de ziekte, hè, het echte virus krijgt en je daar tegen verzet. Hè, dan strijd je tegen, hè, als een bokser in de ring, die moet natuurlijk wel een tegenstander hebben. Anders dan dan kan hij niemand neerslaan. Dus dat is de meest natuurlijke vorm. Gewoon de vijand ontmoeten en de vijand verslaan. Ja. En dat wordt nu dus, dat wordt nu door die vaccinaties, wordt dat omzeild. Denken ze? Dat denken ze, ja. Ja, want die getallen van die griepvaccinaties die op de website van de RIVM staan, die zijn ook gewoon puur uit de lucht gegrepen. Daar staat een effectiviteit van 40% genoteerd. En dan had ik je van tevoren aan dit gesprekje gevraagd om daar wat onderzoek naar te doen. En dan hoor ik van jouw getallen noemen dat 1% of 3% ja, is qua wetenschappelijk onderzocht. Het ligt. En dat staat dan nog met hele grote vraagtekens geformuleerd. Ja, ja, ik heb het even in de Cochrane database nagekeken. Dat is de database wereldwijd. Daar zal niemand aan twijfelen. En daar worden de systematische reviews, hè, dus dat zijn al meerdere artikelen over een bepaalde werking, die worden daarin verzameld. En daar wordt gezegd dat de griepvaccinatie waarschijnlijk minder dan 1-2% reductie geeft van het optreden van griep als je die vaccinatie krijgt. Dus dat is een zeer moderate, beperkt effect. Maar dat ligt echt niet in de 40%. Dat is dan toch gewoon ronduit misleiding? Als dat... Althans, ik zou dan wel willen vragen aan die mensen die dat zeggen, van leg mij dat eens uit. Ja. Gezien de alle studies die er in de wereld überhaupt ooit gedaan zijn op dit gebied, heeft u dan wel een hele andere mening. Ja. Leg mij eens uit hoe u dan die mening komt. Ja. Het is wel jammer dat er een heleboel systemen die met de zorg te maken hebben door allerlei perverse prikkels ook helemaal fout dreigen te lopen. Ja, ja. Wat gebeurt in de gemeenschap, in de gezondheidszorg, in de geestelijke gezondheidszorg, maar ook in de reguliere zorg zie je dat gewoon gebeurt. Hè? Ja, iedereen zal natuurlijk, je kunt dat pervers noemen, het is misschien niet eens zo pervers. Iedereen probeert natuurlijk door een ander te plezieren een stapje verder te komen. En daar moet je zeker bij de industrie enorm voor oppassen. Want het interesseert ze echt niet hoor, als zij meer geld kunnen verdienen. Dan belazeren ze de zaken, om het maar eens op z'n Hollands te zeggen. Ja, ik merk het nu zelf, want ik heb al last van mijn knieën. Ik heb nu een van de orthopedische slagerszoon die chirurg is, dus een vakvoerder van je. En die heeft dan, ik heb er al 30 jaar last van, dus er zijn heel veel foto's van gemaakt al in het verleden. En nu is het 2 jaar geleden weer begonnen met FR's op te spelen. Hebben ze toen al allerlei foto's en dingen gemaakt. Nu hebben ze 2 weken geleden een MRI-scan gemaakt.
En een week daarop kreeg ik dan een consult, moest er weer een röntgenfoto gemaakt worden. Nou, alla, prima, fijn, dat doen we dan maar. Protocollen vooruit, dat lopen ze door. Maar nu heb ik voor aanstaande tijd een afspraak en moet er weer een CT-scan gemaakt worden. Nou, als dat niet vanuit een perverse prikkel komt, dan weet ik het niet meer. Want ik heb bij verschillende mensen geïnformeerd. En volgens mij heb ik jou ook behoorlijk verontwaardigd opgebeld die dag van Jan, dit kan toch niet? Zou jij hier iets over kwijt willen? Ook al weet jij niet deze specifieke zaak, maar er is een MRI-scan. Er is een röntgenfoto. Er zijn in het verleden honderden MRI-scans en röntgenfoto's gemaakt. Het is dezelfde knie en hetzelfde kwetsuur. En nu willen ze weer een CT-scan maken. Is dat vanuit een van de vier grote zorgverzekeraars pervers geprikkeld om dat voor die vakbroeder van jou op zo'n manier te instigeren? Ja, kijk, de zorg in Nederland is, iedereen is verzekerd. Je mag geloof ik niet eens niet verzekerd zijn. Nee, je moet verzekerd zijn. Je bent verplicht verzekerd. Dus als je verzekerd bent, ja, de verzekering betaalt wel. Als er een onderzoek geïnitieerd wordt door een arts, dan zal de verzekering niet twijfelen of dat niet een juiste indicatie is. Dus die betalen daarvoor. Ja, en dan kom je dus al gauw, als de verzekering langskomt met cadeautjes voor die dokter. Ja, dat die dokter denkt, nou, dan wil ik wel eens een extra onderzoekje aanvragen. Als je al een röntgenfoto hebt en een MRI, dan is voor mij als arts niet te begrijpen waarom je er ook nog een CT-scan nodig hebt. Dat is eigenlijk wel complete waanzin. Dat is complete waanzin, want als het om fragmentjes kraakbeen gaat die in je knie zitten, die dus, ja, waar je heel veel pijn van kan hebben, en die je kraakbeen ook beschadigen natuurlijk door het krassen. Ja. En dan gaat je kraakbeen eraan, een kraakbeen is echt nodig. Dan is er eigenlijk maar één oplossing en dat is een kijkertje in de knie doen en die losse stukjes eruit spoelen. Dan is het weer schoon en dan kun je met fysiotherapie weer zorgen dat het allemaal... Dan kun je weer vooruit. Ja. Totdat er weer misschien opnieuw kraakbeen loslaat, maar ja, dan krijg je wel vanzelf weer klachten en dan kun je ook weer een... In ieder geval met een MRI, maar met een gewone foto eigenlijk al, kun je die stukjes zien. Ja. Of je maakt alleen maar een CT-scan, kun je die stukjes ook zien, ja. Maar dan hoef je weer geen MRI en een foto te maken. Nee. Maar het zijn drie onderzoeken die eigenlijk alle drie een afbeelding geven van je kniegewricht. Ja. Nou ja. De beste afbeelding is natuurlijk als je een kijkertje en je kijkt ernaar, dan kun je het met je eigen ogen zien. Ja. Dan heb je geen ander duur apparaat nodig om een afbeelding te maken. Dus het is te veel, niet dubbelop, maar driedubbelop. Dus dat kan ik niet volgen waarom dat nodig zou zijn. Dus eigenlijk zouden we kort resumerend kunnen concluderen dat de zorg ernstig zorg nodig heeft, zoals het nu voor staat. Ja, de zorg heeft zeker zorg nodig. En veel meer aandacht van mensen die weten waar ze het over hebben dan dat nu. Het belangrijkste is natuurlijk dat je gewoon een integer persoon bent. Ja. Dat jij alleen maar dingen doet waarvan je zeker weet dat die nuttig zijn. Ja, want dit gaat eigenlijk in tegen de eerste de eet die artsen moeten afleggen. Ja. Hij zult geen kwaad doen. Nou, als dit iedere radio, of hoe heet dat, röntgenstraling is cumulatief schadelijk. Het gaat nooit meer eruit. Ook al zijn het hele kleine hoeveelheden. Ja. Iedere keer dat je eraan blootgesteld wordt, word je eraan blootgesteld. Ja. Als dat vanuit perverse prikkels nodeloos gebeurt, dan ben je gewoon iemand moedwillig aan het kwaad berokkenen. Ja. Ja, dat is de eed van Hippocrates. Die moet iedere arts afleggen, anders kan je geen arts worden. Dus moet iedere arts, of althans de eed, die heeft dan geloof ik weer met de religie te maken. Maar je moet in ieder geval de belofte, hè, want je hoeft niet gelovig te zijn. Dus je moet de belofte afleggen dat je aan die Hippocrates regels houdt. En daarvan is de eerste regel, daarom heet het ook primum non nocere. Het
eerste wat je als arts moet doen is dat je geen schade wil toebrengen aan anderen. Dat is het belangrijkste principe van de hele Hippocrates-eed of gelofte. Ja, nou daar gaat dit wel behoorlijk tegen. Ja, daar gaat dit behoorlijk tegen. Ja, ja, klaar. Nou, ik wil je heel hartelijk bedanken voor je leuke gesprekje. Graag gedaan. En wie weet kom ik nog een keer terug om te vragen over andere zaken die weer zo belachelijk zijn, zoals een avondklok. Ik bedoel, kan een virus kijken bij jou werken? Ja, dat is ook zo'n onzin, een avondklok. Ja. Nou, ja. Het zijn rare tijden. Ja, het zijn rare tijden, ja. Ja, toch hartelijk bedankt voor dit gesprek. Maar er zijn toch nog wel veel aardige mensen. Ja, en gelukkig is er ook nog muziek. En er is muziek. Ja. Precies. Wel belangrijk.